We staan nu op dit moment staan we bij speeltuin het Lindenhof en zoals u ziet bijna helemaal gemoderniseerd in de loop der jaren. Dus en ja, het is en blijft een Valkswijk. Hij is mooi gemoderniseerd. Er zijn allemaal nieuwe huizen neergezet. Vroeger was ja de meeste gezinnen, ja, met kinderen, was de moeders die was thuis en ja, die had meer contact met de buren als vandaag en dag zit bij allemaal twee verdieners. Maar doorgaans gaan ze goed met elkaar om. Vroeger in de oude wijk, iedereen kende iedereen. En Piet wist wat Willem deed en Willem wist wat Piet deed. En ja, sinds de afbraak en de nieuwbouw daar eigenlijk staat, is het gewoon een heel andere mix geworden. Ja, en iedere wijk die heeft wel zijn min- en pluspunten. Dus het zal overal zal wel iets te beleven zijn. Alleen het is van de laatste jaren hier gewoon hartstikke fijn, lekker rustig. Het is niet meer de wijk van vroeger, het is anders. Wat wij dus heel belangrijk zouden vinden, dat er wat meer mogelijkheden zijn om het zwerfvuil ook kwijt te kunnen. Dus dat er fatsoenlijk afvalbakken en dergelijke zijn. De mensen uit de buurt die kunnen een boekje pakken voor de kinderen. Kinderen kunnen een boekje wisselen. En dat is ook gewoon een initiatief van een buurtbewoner zelf. Wie zegt van, hey, dat lijkt me leuk, ik zet dat voor de deur. En het gebeurt gewoon spontaan. Hè. Die speelt een hele grote rol. Kijk, de toestel die ligt er al. De paddenstoel voor de zwembad is er al. Ander toestel liggen hier ook al aan de kant. Dat moet alleen nog geplaatst worden. Ja goed, en dan is die hele speeltuin die is dadelijk helemaal af.